Zoals beloofd vandaag over oordopjes en hoe moet je dat gebruiken, wat moet je juist kopen en wanneer weet je dat je die toch best in je oren steekt. En daarover ga ik het hebben met Ralf Klinkers. Dag Ralf. Hallo, ik ben Doreen. Jij bent van alle markten thuis. We hebben het al over van alles, gehad. PFAS, wel weet inderdaad. Ik allemaal nog. Ja, klopt. Maar nu hebben we het over oordopjes op concerten of festivals. Ja. Hè, want het festival... Het seizoen is losgebarsten. Hè? Ja, ja. Ja, klopt. Zelf wilde plannen? Ostend Beach misschien, maar verder nog niet al te veel. Was dat die Sting die kwam? Nee. Ah nee, toch niet. Nee. Sting komt ergens in augustus op een beachfestival. Ja, vond klopt, ik wel cool. Maar je hebt er een aantal aan de kust. Hè? Ja, ja. Nu, oordopjes. Mm-hmm. Ralf, laten we beginnen bij het begin. Ja. Waarom is het zo belangrijk om dat te dragen? Ik denk dat de mensen wel weten dat geluid niet altijd even gezond is voor de oren. Dus het is belangrijk om oordoppen te dragen om je oren te beschermen. Mm-hmm. Dus, as simple as that. Gehoorschade treedt op bij toegenomen geluidsniveaus. De frequentie van het geluid speelt ook een rol. En blootstellingsduur. Ja. Ik heb twee figuren voorbereid om dat een beetje uit te leggen. Mm-hmm. De eerste figuur is eigenlijk een decibelschaal. Helemaal onderaan hebben we het gewoon het geluid dat we maken vandaag wanneer we ademen. Ja. En helemaal bovenaan zijn de luide knallen van vuurwerk. Hoeveel decibel is dit nu ongeveer? Gewoon praten met elkaar? Gewoon praten met elkaar. Dat stond er ergens tussen, zag ik. Ja, een chat is ongeveer 60, toch al 60 decibel. Ja, best wel. Ja. Ja, ah, ja. Okay. Concerten, festivals, mm-hmm. Werchter, Pukkelpop, noem maar op, zitten we aan 95, 100 decibel. Ja. Het is zo dat de WHO... de bovenlimiet al beschouwd bij 75 decibel. Dus onder de 75 decibel is er geen risico op gehoorschade. Ga je daarboven, dan moet je rekening binnenhouden met gehoorschade. Het is ook trouwens een logaritmische schaal. Een logaritmische schaal, een beetje wiskundig. Maar het komt erop neer dat je per stapje van 10 decibel... dat je eigenlijk het geluidsniveau maal 10 gaat doen. Oeh. Dus dat gaat zeer snel de hoogte in. Ik zei daarnet ook, blootstellingsduur is belangrijk. Ja. Wel, wanneer we het hebben over de veilige blootstellingsduur... ik zei daarnet al, 75 decibel is wat de veilige marge. Eens dat je daarboven gaat, en dat zie je in dit tabelletje, je zit hier bij 80, 83, 86. Dus we gaan iedere keer met stapjes van 3 decibel omhoog. En wat zie je met de veilige blootstellingsduur gebeuren? Die gaat halveren. Die gaat, bij 80 decibel is dat 8 uur. Ja. En bij 83 decibel is het nog maar 4 uur veilig om je oren daaraan bloot te stellen. En ga dan eens even kijken naar die 95 en 100 decibels tijdens concerten, festivals. Dan mag je daar eigenlijk nog maar een kwartier of 5 minuten in vertoeven. En je mag blij zijn als een concert maar 95 decibel is, hè, Ralf? Want de meeste... Afhankelijk van de plaats waar je staat. Maar het is wel verplicht om, denk ik, onder de 100 te blijven. Ja, klopt. Ja, klopt. Daar hangen heel vaak van die decibelmeters. Er zijn inderdaad beperkingen. Maar een kwartier, 5 minuten, dat zou in feite betekenen als je binnenkort naar Werchter gaat. Je gaat naar Foo Fighters op zondag. Dat je na één nummertje eigenlijk de mainstage daar moet gaan verlaten. Want dat je oren in gevaar dreigen te komen. Ja. Hè? Dus geluidsniveaus, blootstellingsduur en individuele gevoeligheid. De ene mens, de ene persoon gaat gevoeliger zijn voor gehoorschade dan de andere. En wanneer we het hebben over gehoorschade, die kan tijdelijk zijn, gelukkig maar die kan soms ook permanent zijn. Mm-hmm. En die kan instant optreden, denk aan een enorm luide knal, een ontploffing. Of die kan gradueel optreden. Wanneer je echt regelmatig je oren gaat blootstellen aan te hoge geluidsniveaus, dan gaat die schade zich gradueel gaan instellen in de loop der tijd. Ja. Maar ik denk als je ergens binnenwandelt waar het 105 is, ga je het wel zelf merken. Maar er zijn toch situaties dat je het niet onmiddellijk doorhebt. Dus hoe weet je nu zelf dat je gevaar loopt? Dat je best toch even... Wel,
er zijn een aantal dingen aan waaraan je het kan merken. Hè. Bijvoorbeeld, je bent met vrienden op de festivalwei en je begint echt wel te merken dat je moeite moet doen om, om te praten, om gehoord te worden. En anderzijds, om je vrienden te horen praten. Of je gaat iets halen om te drinken of te eten en je merkt dat je eigen stem heel dof klinkt, dat het geluid allemaal wat gedempt is. Of erger nog, je hebt oorsuizingen, fluitende tonen die je hoort. Wat er eigenlijk op dat moment aan het gebeuren is, is dat je oor jou aan het vertellen is dat er gevaar is. Dat je oren in de problemen aan het komen zijn. En je mag die signalen echt niet negeren. Draag gewoon die oordoppen. En je kan genieten van je festival op een veilige manier. Mm-hmm. Ja. Is het verplicht voor een organisatie om dit aan te bieden? Want ik heb toch de indruk, als ik naar een concertzaal ga, dat dit meestal ergens in een grote kom of zo wordt aangeboden. Hè? Sinds 2013 is het in Vlaanderen al verplicht aan organisatoren van concerten, events boven de 95 decibel om gratis oordoppen ter beschikking te stellen. Je kent ze wel, hè? Die foam, die heel foam wegwerpen, dan... die wegwerpen oordoppen. Wallonië en Brussel zijn 2018 gevolgd met een gelijkaardige wetgeving. Ook daar was het ook al mogelijk om de universele oordoppen, de herbruikbare oordoppen met een specifieke filter, dat zijn trouwens degenen die wij dit jaar getest hebben, om die ook aan te bieden tegen betaling, maar geplafonneerd op de aankoopprijs. Dus ze mochten daar geen winst op maken. Wij hebben onlangs ook een bevraging gedaan bij een aantal festivals. We weten bijvoorbeeld dat Werchter Pukkelpop Tomorrowland dit jaar ook aan de bezoekers die universele herbruikbare oordoppen zullen aanbieden tegen betaling. Wij juichen dat toe. Hoe meer mensen oordoppen dragen, hoe meer het sensibiliserend gaat werken en aan het bewustzijn bij andere mensen gaat werken en helpen. Ik ken heel veel mensen die 20 jaar ouder zijn, die dus permanent oorschade hebben. Zeker mensen die in de muziek op een podium met monitors die veel... Ja. Dus gelukkig... Ik heb zelf ook prijs, Ah, permanente oorschade. Ja. En weet je van wanneer het... Is het een één moment studententijd, geweest? Studententijd, DJ en prijs. DJ Ralf. DJ Ralf, DJ en expert Ralf. Ja. Zalig. Nu, dat vind ik wel leuk, want dan, ik merk dat je er heel gepassioneerd door bent. Dus het is echt wel uit je persoonlijke ervaring dat je zegt... Niet alleen uit persoonlijke ervaring, maar het speelt natuurlijk mee. Hè. Tinnitus is niet om mee te lachen. Nee. Dan heb jij waarschijnlijk oortjes op maat, om het eens te hebben over de types oortjes die er allemaal bestaan. Ja. Dus er zijn drie verschillende typen oortjes, grosso modo. Hè. Je hebt die foam, die wegwerp oordoppen. Gratis ter beschikking. Mm-hmm. Als je ze zelf aankoopt, heel beperkt in prijs. Je gaat die moeten kneden, je gaat die op een correcte manier moeten inbrengen. Belangrijkste bij om het even welk type oordop, is dat de gehoorgang volledig wordt afgesloten. Klopt, anders gaan die oordoppen niet naar gewoon behoren zo'n beetje, kunnen... Want soms zie ik mensen dat die heel, dat die er bijna helemaal uitsteken. En eigenlijk dan... is dat niet de bedoeling. Nee. Die zijn niet goed ingebracht. Ze geven een beetje een vals gevoel van bescherming. En dat is problematisch. Hè? Mm-hmm. Dus die oordoppen, die foams, nadeel daarbij is dat ze niet altijd even comfortabel aanvoelen. Ze komen los. We zien het eerder als een soort noodoplossing. Je hebt je eigen oordoppen niet bij, je bent ze vergeten thuis. Wel, ga dan voor die wegwerp foam oordoppen. Tweede categorie is de categorie die we dit jaar getest hebben. Dat zijn de universele oordoppen. Hebben zo'n beetje een champignon-achtig uiterlijk. Mm-hmm. En ze worden gekenmerkt door het feit dat er een muziekfilter, een geluidsfilter in zit. Het grote voordeel daar, in vergelijking met de foam-oordoppen, is dat de muziekbeleving toch wel een pak beter is. Hè? Die foam-oordoppen die gaan gewoon dempen, carrément dempen. Ja. Als je met je kameraden wil praten op dat moment, dat gaat heel moeizaam gaan. Met die universele oordoppen met specifieke filter, die demping gaan geven en ook binnen bepaalde frequenties op die een specifieke manier. Die geven nu dezelfde ervaring, maar zoveel decibel lager. Inderdaad, eigenlijk. Inderdaad. Ja. Ja. Het nadeel is, ze zijn universeel gemaakt en ze gaan dus niet voor iedereen optimaal passen en dus optimaal die gehoorgang gaan afsluiten. Bijkomend
Voordeeltje van dat type oordop is dat de prijs nog redelijk meevalt. Hè. De oordoppen die wij getest hebben en die een beetje representatief zijn voor onze markt in België, die variëren, daarvan variëren de prijzen tussen 5 en 40 euro. Sommige typen kan je de filter veranderen en kan je dus ook een filter instoppen die alle geluid volledig afblokt. Stel je hebt een luidruchtige medeslaper, dan kan je de filter veranderen en kan je op die manier diezelfde oordoppen ook in die situaties gaan gebruiken. Maar bon, niet iedereen is ermee gediend. Bij niet iedereen gaat die gehoorgang volledig afgeblokt worden. En dan komen we bij het derde type oordop en dat zijn de oordoppen op maat. Prijzen die schommelen tussen 100 en 200 euro. Dat is even een investering. Dat is even een investering, maar voor echte diehards die ieder festival willen meepikken, is dat een waardevolle investering, denk ik. Belangrijk bij de aankoop is dat er echt gecheckt wordt met een lekdichtheidstest, zoals dat heet, dat ze de gehoorgang ook volledig afsluiten. Ze hebben ook die specifieke geluidfilters ingebouwd, zodanig dat de muziekervaring en zo verder... Hoe maken ze die eraf? Ze spuiten... Ze gaan een gepersonaliseerde afdruk maken van je oor. Ja, en gaan, een soort van... hoe heet dat? Vloeistof? Een soort, paste. Soort en dan is dat eigenlijk... Ja. Dus voilà, dat zijn de drie types. Maar het heeft allemaal geen zin als je ze niet op een correcte manier inbrengt. Of als je ze thuis laat. En waar moeten we dan op letten als we een aankoop doen van oortjes? Wij vinden het als testaankoop... enorm belangrijk dat er naar een ideale balans wordt gezocht tussen geluiddemping en dus beschermend zijn, enerzijds. En anderzijds, ze moeten comfortabel aanvoelen en ze moeten ervoor zorgen dat je dure festivalticket, dat je ook de ervaring daar kan meepikken. Oordoppen die alles afblokken, die oncomfortabel voelen, dat zijn oordoppen die je na een half uurtje gaat uitdoen. Dus het is heel belangrijk dat die ideale balans wordt gezocht. Op de verpakking van gehoorbescherming ga je de SNR-waarde vinden. Dat is een waarde die je een idee gaat geven voor het dempend effect. Een SNR-waarde van 30 wil in feite zeggen dat gemiddeld genomen, afhankelijk van de condities, die oordoppen het geluid zullen dempen met 30 decibel. Andere informatie die je wat kan een leidraad bieden bij de aankoop van oordoppen, is de informatie over de frequenties. Het geluid bestaat uit een heel spectrum aan frequenties. Die oordoppen die gaan beter of minder goed filteren bij bepaalde frequenties. Stel, je gaat deze zomer naar Tomorrowland, elektronisch versterkte muziek, beats. Dat zit voornamelijk in het lagere spectrum. Dan kan je op basis van die eigenschappen van die oordoppen, je kan dat trouwens ook bij ons in de productselector zien, kan je een keuze gaan maken voor welke oordoppen dan misschien beter bij jouw muzieksmaak passen. Ja. Zijn er andere manieren om je oren te beschermen? Soms zie ik ook mensen echt met zo'n koptelefoon. Ja, maar daar zal de beleving nul zijn. Nee. Hè? Dus die hoofdtelefoons zijn misschien eerder aangewezen voor als je thuis verbouwingswerken aan het doen bent. Ja, met de drillboor. Inderdaad, met de drillboor. Maar je ziet daar ook vaak kinderen mee lopen. En dat is toch een bijvraagje van mij. Wat moeten we met kinderen doen? Kunnen hun oren daar nog beter tegen? Of net niet? Nee. Ik merk dat ze slechter tegen veel en druk en lawaai kunnen dan ik. Die hoofdtelefoon is echt voor kinderen. Dat is, gehoorbescherming is universeel. Zowel jonge mensen, oude mensen er allemaal gevoelig aan. Er is die individuele gevoeligheid die onvoorspelbaar is. Ja. Je weet het niet op voorhand. Dus nee, gehoorbescherming is maar bij kinderen, mijn zoon is 10 en ik heb tijdens een optreden die moesjes geprobeerd. Ja. En dat kwam zijn oortje was nog te klein, denk ik. Hoewel hij het wel wauw, dus dan is eigenlijk zo'n hoofdtelefoon dan kan je zoiets gaan gebruiken, inderdaad. Oké. Okay. Ja. Goed. En jullie hebben dus een test gedaan? We hebben een test gedaan, waarbij dat we effectief gaan kijken naar wat ik daarnet zei, wat wij zo belangrijk vinden. Ja. Voldoende dempend zijn,
Maar anderzijds ook comfort. Ervoor zorgen dat het comfortabel is en dat de ervaring niet belemmerd wordt. Dus wat zijn we gaan meten? We zijn geluidsdemping gaan meten en gaan nakijken. We zijn dat bij verschillende frequenties gaan doen. Maar tegelijkertijd zijn we met een user panel aan de slag gegaan. Hebben we gevraagd van kijk, hoe ervaar je dat om die in te brengen, om die uit te doen? Mm-hmm. Kan je nog een gesprek volgen? Dus die mensen die doen die oordoppen in, die worden blootgesteld aan 95 decibel. En op dat moment begint er iemand te praten. Kunnen ze dat gesprek nog op een vlotte manier volgen? Ja, dan nee. Dat soort parameters hebben we allemaal in kaart gebracht. Oké. En dat vinden we terug op de website. En dat vind je terug op de website in de productselector. Ja. Zijn die wegwerp trouwens, die je dan vaak gratis krijgt, is het de bedoeling dat je die echt maar één keer gebruikt? Je gaat die moeten kneden, je gaat die moeten inbrengen. Maar je mag die wel. Je kan ze ook moeilijker gaan reinigen en zo verder. Dus ze zijn echt bestemd voor weg, Om weg te werpen. Ja. Ja. Oké. Okay. Merci, Ralf. Graag en geniet van de zomer. Jij misschien ook. Zien we elkaar binnenkort nog wel eens terug. Wie weet. Ja. Dank je wel. Ciao.